Melvin, het is fucking 3 dagen geleden dat je voor het laatst hebt geüpload. Hoe de fuck kan dat? Hoe de fuck kan dat, Melvin? Ik wil een antwoord. Wij willen een antwoord. Oké, ik ga dat antwoord nu geven. Ik moet een website bouwen voor school. En dat moet in de herfstvakantie af. En ik dacht van, ja, ik heb de hele herfstvakantie de tijd, dus dat kan wel. Moet je dat ding op vrijdag inleveren? Terwijl ik dacht dat dat de dinsdag na de herfstvakantie zou zijn. Dus ik ben nu 3 dagen fucking hard bezig geweest met een website bouwen. En ja, en als je denkt van Melvin, je liegt. Nou, hier is een soort van het resultaat. Het is nog niet af, maar yes, website. In ieder geval, welkom terug bij dit spel, dit prachtige spel. We zijn hier terug in, inderdaad, ons prachtige pretpark. En waar wij de vorige aflevering een super gruwelijke achtbaan hebben gebouwd. Jawel mensen, hij staat hier nog steeds. Hij is helemaal in actie. Er zit een hele lange rij, er staan wat boompjes. En voor de rest heb ik niks tussen de bedrijven doorgedaan. Omdat ik lui ben met het spel. En ook een beetje omdat ik daar geen tijd voor had. Maar alsnog, ja, we gaan in ieder geval lekker verder. Wat ik deze aflevering allemaal wou gaan doen, was sowieso nog een nieuwe attractie plaatsen. En dan zijn er nog zoveel attracties die ik nog nooit heb neergezet. Dus we pakken gewoon een random een. We pakken gewoon fucking deze, de Sky Ace. Ik heb geen idee wat het is. Het is een soort van... Wow, hij is ook best wel grappig trouwens. Nou, laten we die hier gewoon neerzetten. We doen die denk ik ook... Oh, wat voor kleur geven? Kunnen we wel kleur aanpassen? Ja hoor, oké. Er zit hier een blauwe arm. Die doen wij oranje. En dan is dit nog ook geel. En dan zijn ze wel fucking mooi. Ja, oké. Dit zijn de beste vliegtuigjes ooit. Laten we hem even gaan opengooien. Ik wou jullie trouwens ook nog even bedanken voor de support nog steeds op dit serietje. Jullie vinden het nog steeds leuk om mijn pretpark te zien bouwen. Ik noem het meer falen, want het is niet echt geweldig soms. Alsnog mensen, ik vind dat wel super awesome dat jullie hier nog steeds lekker met z'n allen naar kijken toch. Ja, dat waardeer ik. Dat waardeer ik heel erg. Ja, we gaan in ieder geval hier een ingangetje maken. Waar hier trouwens nog die rode steen staan, bedenk ik mij nu. Ja, die hadden we ook nog gebouwd. Ik heb zoveel gebouwd dat ik allemaal ben vergeten. Het is echt best wel sneu. Nou ja, we pakken even de lengte goed en dan doen we de width en dan... Nee, niet de width. Ho. Kom op, ga meewerken. Ja hoor, oké, wacht. Ja, dit wordt hem hoor. Kijk. Kijk eens een mooie rij. Wat een prachtige rij is dit. En dan doen we daar de ingang. Tada! Woe! Ingangetje, we doen hem open. Wacht, ik wil dat vuurwerk trouwens een keertje opnemen. Ik neem het altijd maar voor de helft op. Maar nu gaan we het een keer zo doen. Kijk, er staat die vent en dan druk ik weer op en is het... Boom! Wow, dat ziet er best wel grappig uit. Maar ook echt heel vaag. Nou ja, we zijn nog vergeten een pad aan te leggen. Dat moet natuurlijk wel even gebeuren. Dus dan pakken we deze en dan... Ah, moet je eens kijken hoe mooi, jongens. Wat een prachtige attractie. Heb ik helemaal zelf gebouwd. Helemaal. En wat ik nou wou gaan doen ook. Er was voor mij een reactie iets. En het kan me lichtelijk herinneren dat ik bijvoorbeeld mijn logo of zo moet namaken. Nou ja, dat zie ik van mijn logo namaken. Dat is wel echt fucking veel werk. Maar wat ik wel kan gaan doen is bijvoorbeeld een Melvin schrijven of zo. Ik heb geen idee of het gaat lukken, maar je hebt genoeg materiaal om dat in principe te kunnen doen. Dus laat ik dat gewoon eens gaan proberen. We gaan gewoon neerzetten AM op een muur ergens hier of zo. Zo deze attractie. Ja, hier. Ja, dit wordt hem. Ik heb een geweldig idee. We maken hier een poort naar dit nieuwe gebied als het ware. Want het is een soort van nieuw gebied. Ik wil dan namelijk nog zo meteen ergens hier een pad naar links doen. En dan daaronder door of zoiets. Zodat je hier een heel gebied krijgt met weet ik veel wat. In ieder geval attracties en burgerkramen. Want er moeten nog steeds een heleboel mensen dik worden in mijn pretpark. Dat gebeurt namelijk niet. Maar ik wou in ieder geval hier een poort plaatsen. Ik weet niet hoe ik hem ga maken, maar dat... Wacht, kijk. Ja, dit werkt. Dit wordt hem. Oké, die doen we wit. En dan doen we de rest doen we oranje. Ja hoor, zoals jullie kunnen zien, de poort die staat. En het is echt... De meest lelijke poort ooit. Maar dat mag de pret niet bedrukken. Wij gaan hier op een A en een M maken. En ik dacht eraan om dat met hout te gaan doen. Ja, je hebt namelijk als het goed is hier ergens wel... is het deze? Nee, dat is hem niet. Nee, als je moet... decoraties volgens mij. Nee, roofs. Ergens staan houten planken. Die kunnen we dan gebruiken en vrij plaatsen. En dan kunnen wij een hele mooie M en A maken.
Of een A&M eigenlijk, hè. Het is wel om de juiste volgorde, Melvin. Maar ik moet ze wel even vinden. Waar de fuck zijn jullie? Ja, hier. Dit is hem. Kijk, kijk. Oké. Okay. Dit wordt zo'n plankie. Die plaatsen we daar, denk ik, sowieso netjes in het midden, als dat lukt. Dan pak ik even de X-stoel. En het is trouwens donker. Waarom? Mama, waarom is het te donker? Ik wil het niet te donker hebben. Dus ik maak het eerst even een dag. Yes, het is dag. Oké, okay, nu kan ik dit rustig gaan doen. Ik ga even dit heel geconcentreerd maken. Ik dacht er eerst aan om een frame of zo te doen. Ik weet niet waarom, maar ik dacht zo'n frame, dat werkt, denk ik. Oké, okay, dan moet ik het wel goed doen. Oh mijn god, ik ben zo slecht hierin. Jeetje. Echt fucking waar. Dit zijn de meest lelijke A en M die je ooit hebt gezien in een spel. Moet je dit zien? Je ziet nog net dat het een A en een M is. Maar daarbij blijft het ook. Voor de rest, wat heb je hier aan? Melvin, wat heb jij gegenereerd? Dit is echt... Holy shit, dit is zo lelijk. Nou, ik laat het wel voor wat het is. Ik ga weer verder spelen en we gaan nog even wat bomen hier omheen zetten. Ja, dat leek me wel zo'n slim idee, dat het een beetje toch een afscheiding krijgt. En met bomen heb ik vorige keer verteld. Alle bomen die je neerzet, die helpen echt gewoon voor een mooiere ervaring voor de mensen die in het pretpark komen. En voor jezelf ook, want als iets fucking lelijk is, zet wat bomen neer en het wordt sowieso mooier. Dat is gewoon geheid. Echt 100% gegarandeerd wordt het mooier. En dat zal ik jullie nu ook gaan laten zien. Het is fucking lelijk. En als je dan hier al wat dingen neerzet, zit je gelijk al van... Wow, dat is fucking mooi. Hoe lang heb je eraan gewerkt? En dan zeg ik van... Ja, fucking lang. Maar eigenlijk heb je dan alleen gewoon die bomen neergezet. Wat dan ervoor heeft gezorgd dat het er mooi uitziet aan die bomen, hè? Want zie hier, hier. Ik zeg het toch. Het ziet er gelijk zonder grappen een stuk beter uit. Het is nog niet geweldig, maar die boompjes die helpen wel, hè? Ja, die boompjes die zijn wel echt goed bezig. Lekker, hoor. Ik zou nog even iets verder dit groene doen. Ik wil namelijk nog een iets groter gebied groen. Dat leek me toch wel zo mooi. Kijk, zo. Dat dit een beetje zo die afscheiding wordt, oké? Okay? Dan hebben we hier zo'n heel mooi groen gebied. En voor de rest overal dood en verderf. Want het is... Ja, het is en blijft een fucking woestijn waar we bouwen, mensen. Dan moet het wel een beetje echt gewoon helemaal kut zijn, om het zo maar te zeggen. Gewoon echt helemaal dood. En nog meer dood. En dan heb ik het niet over dode mensen, maar over dode bomen en zo. Maar dat bedoel ik gewoon met dat dode gebeuren. En dat bedoel ik dus ook met bijvoorbeeld dit. Dat je gewoon gelijk die overloop hebt daar van fucking mooie bomen. En echt gewoon... Dood en verderf. Vergeleken met eerst ziet het er toch zoveel beter uit. Moet je kijken, die A, die M en die bomen eromheen. Mensen worden er gewoon vrolijk van. En nu ik het over die mensjes heb, er was ook een reactie waar mensen zeiden van... Melvin, je kan nu kijken hoe ze het vinden en... Ja, dat dacht ik al. Oké, okay, de nausea is helemaal goed. Energy en de happiness, maar de fucking hunger, thirst en toilet, dat moet omhoog. Er moeten gewoon... Er moet meer... En informatiestand! We kopiëren gewoon die informatiestand, want ik heb fucking maar één informatiestand. Wauw, wat ben ik een achtelijke... Man, dat ben ik helemaal vergeten, joh. Hier, laten we hier eentje neerzetten. Gewoon zo'n klein hutje. Dan kunnen ze daar nog meer van die informatiedingen halen. Yes, kijk. En hij is als het goed is gelijk open, want dat kunnen we nog niet aanpassen, open en dicht. Maar dan doen we die daar en dan pleuren we hier nog, denk ik, een hamburger tent neer of zo. Dat doen we gewoon. Gewoon gelijk, bam. Helemaal vergeten al dat voedsel, maar we doen gewoon gelijk hier een hamburger tent plaatsen. Ja, waar hebben we die überhaupt staan? Custom. Een premium food shop. Dat wordt hem. En dan zetten we die... Waar zullen die niet? In dat hoekje zo. Dan kom je eruit. Of dan ga je erin en dan kan je... Nee, dat is dom. Dat is heel dom. Hier zetten we hem neer. Gewoon een heel klein hutje maken ervan. En dan kunnen ze daar lekker voedsel halen. Ja, dat vind ik een goed idee. Je hebt ook wel in die pretparken... Heb je meestal van die vet random stand staan... Waar je dan bijvoorbeeld een broodje horror kan halen of zo. Dus dit wordt ook zo'n soort stand. Duimpie daarvoor. Dit is een heel goed idee voor mij. Tada! Yay, een Chief Beef Burger kraampje wat fucking lelijk is. Woe! Nee, serieus, ik weet echt niet wat ik heb gebouwd. Ja, of Chief Beef kraampje, maar fucking simpel. Ik dacht ook van, ja, hoe moet ik nou een 1x1 hutje mooi maken? Dit hutje hier ben ik gewoon ook trots op dat ik dit zo heb mogen bouwen. Dit is gewoon een fucking mooi 1x1 hutje, maar dat ding is ook weer zo lelijk als de... Wow! Check die lichtjes, dat ziet er Damn. Hoe zit je daarin ooit? Ga er eens in. Wow. Wow.
Die geluiden, dit is best wel vet. Wow. Dit is echt... Dit is best wel een vette attractie. Damn, dat was best wel gruwelijk. Ook al heb ik er niet heel lang in gezeten, dat was echt best wel gruwelijk. Ja, dat zeg ik niet vaak twee keer, maar dat was echt gewoon best wel gruwelijk. Wat ik in ieder geval nog wil neerzetten waren sowieso wat meer bankjes. Want voor mij alle mensen in het pretpark zijn echt gewoon heel, heel erg boos. Omdat ik nergens bankjes neerzet. En dat begrijp ik ook wel. Want als jij in zo'n pretpark de hele dag moet rondsjouwen, dat wil je niet. Je wil ook wel even af en toe zitten, toch? Ja. Dus ik begrijp al die mensen donders goed. En daarnaast is het ook echt een van de vieste pretparken ooit. Dus ik moet ook nog maar even wat meer prullenbakken neerzetten. Zodat mensen ook nog even gewoon spul fatsoenlijk kunnen weggooien. Met daarnaast nog even wat bankjes, want dat is ook wel even belangrijk, hè? Dat zeg ik net. Maar mensen moeten gewoon kunnen zitten. Kijk eens aan. Zou dat genoeg zijn? Ik heb geen idee. Ik heb hier ook al zo'n setje neerstaan. Ik zet er nog gewoon zo'n setje tegenover. Kijk eens aan. Ja, jongens. Oké. Ik denk dat dit allemaal wel zo fucking awesome is. Ja. Dit begint ook al op iets meer te lijken. Ik ga denk ik ook maar gewoon dat pad even doortrekken. Of trek het pad hier zo... We hebben opties, dames en heren. Opties zijn leuk om mee te spelen. Ik ga denk gewoon hier tegenover een pad maken, wat zo rechtdoor loopt. Kijk jongens, de opties heb ik gebruikt. Moet je kijken, ik heb namelijk hier een mooi wandelpad gemaakt. Maar hier, bij de uitgang, kan je nu ook denken van, ga ik er onderdoor? Ga ik verder? Of ga ik hier langs? Je hebt gewoon drie keuzes als je uit die achtbaan komt. Ik hoop niet dat mensen daar gek van worden, maar ik vind het wel een goed idee. Maar mensen, ik zal er nog eens doen, hè. We hadden nog met z'n allen iets afgesproken wat we zouden doen deze aflevering. En dat is... We zouden in deze fucking achtbaan. Jawel! Jullie hadden het allemaal waarschijnlijk goed geraden, maar we gaan erin. We gaan. Hij gaat denk ik zo, maar ze moeten eerst allemaal eruit. Zie ze ook teleporteren. Dat is nog wel iets wat ze me gaan toevoegen. Dat er ook gewoon animaties zijn per persoon dat ze in die achtbaan stappen. Dat zou echt zo vet zijn, hè. Maar we gaan... We drukken op dit rijdcameraatje. We drukken zo en we zitten voorin. Moet je kijken dan. Oh shit. Oh shit, hij gaat. Meneer. Nee, doe het niet. Doe het niet, meneer. Nee. We gaan. Oh, ik ben nog nooit in een dive coaster geweest. Het lijkt me zo vet om in een dive coaster te gaan. En ik weet dat er eentje in Nederland is. Maar dan moet het maar een keer zo uitkomen dat dat kan. In ieder geval moet je zien hoe gruwelijk, joh. Holy shit. Oh mijn god, hoor al die geluiden, joh. Wat nou als het fout gaat? Mevrouw, wat als het fout gaat? Oh, mevrouw, die antwoordt niet! Woe! Holy damn. Oh shit, oké, onder de grond hoor. Oh, dit is best wel gruwelijk. Ik heb een best wel gruwelijk achtbaantje gebouwd. Oké. Holy shit, dat gaat zo langzaam. Oh shit. Oh, dit haalt hij ook maar net, hè. Daar heb ik wel echt over nagedacht, dat hij dat maar net haalt. En nu heb je hier zo'n stop, kijk. En dan gaan we verder. Met de wieletjes. Dat was echt een kort stukje. Maar zo'n dive coaster is voor mij altijd niet heel lang. Omdat het voor mij echt fucking dure achtbanen zijn. Want dit was wel echt één gruwelijk vet stukje, hoor. Yo, mevrouw, hoe vind jij het? Ja, die vrouw die vindt het ook leuk. Dat zie je aan haar gezicht. Echt, die heeft zo'n groot... Ja, moet je zien lachen, joh. Ze lacht echt. Nou, dat zijn gewoon goede dingen om te zien op zo'n moment. Maar we hebben hier nog één keer zo'n dive onder de grond door. Waar trouwens ook nog reacties over waren dat ik een heleboel mist aan moet plaatsen. En dat ga ik ook gewoon zo doen. We plaatsen zo gewoon mist. Maar we gaan nog even hier naar beneden. 3, 2, 1. Wow, tak door onze bek. Gadverdamme. En dan maken we hier nog een hele mooie dive. Holy shit. Oh, dat haalt hij ook nog maar net, joh. En dan is hier het einde. Ik vind het een fucking gruwelijke achtbaan. Echt waar. Als je dit ook een fucking gruwelijke achtbaan vindt, laat het achter in de reacties. Maar ik vond hem echt heel vet. Ik weet niet, maar... Ja. Ik ben echt tevreden over die achtbaan, als ik al eerlijk ben. Ja, nee. Ik vind hem... Ik weet niet. Hij is kort, maar ik vind hem misschien wel zelfs leuker dan dit ding. Ook al is deze wat meer realistisch. Dit is gewoon echt zo'n achtbaan die gaat hier in een heleboel dingen en dan gaat hij gewoon terug. En dan is het meer realistisch dan fucking zo'n dive coaster in een Grand Canyon. Maar alsnog, jullie begrijpen mij. Jullie begrijpen mij allemaal. En ik zeg dat heel vaak. Maar jullie zijn ook gewoon wezens. En wezens die begrijpen dat. Dit is best wel een fucking ziek shot. Check al die rook erin en dan zie je zo die achtbaan zo gaan. Ja. Holy damn. Mijn webcam die viel weer uit. Yay. Maar dat was echt een super ziek shot, man. Damn, oké. Mensen,
Ik vond het een gruwelijke aflevering. Ik hoop dat jullie het ook een gruwelijke aflevering vonden. Ik heb weer genoten van dit spel. Druk in ieder geval de blauw duimpje omhoog als je genoten hebt. Heb je zin in dat het spel echt uitkomt? In alles dat nog toegevoegd gaat worden? Want ze hebben echt... Ze zeggen dat het spel nog maar op 25 of 30% is. Dat is zo fucking gruwelijk, hè? Druk op de blauw duimpje omhoog, abonneer, reageer. En dan ben ik nog maar eens zeggen tegen jullie. En het is... Doei mensen!